Nathalie eruit en samen met mijn drie zussen en mijn broer starten we het Belgisch kampioenschap van Antwerpen. We zijn ons daar nu voor aan het voorbereiden om een goede uitslag te rijden daar. Het is al een tijdje geleden dat het Belgisch kampioenschap plaatsvond in Antwerpen. Sinds 2006. De startplaats is op de Grote Markt. Zo rijden wij door naar Wilrijk, Hoboken en passeren we als aankomst aan de Desguinlay. Tijdens het Belgisch kampioenschap zijn er twee wedstrijden, één voor de mannen. Die rijden 14 ronden, daar gaat mijn broer bij van start. En de vrouwen rijden 6 ronden. Wij, de zussen, rijden in dezelfde ploeg. Dus dat geeft wel een extra boost om een mooie uitslag te rijden en hopelijk iemand op het podium te zien eindigen. Het Belgisch kampioenschap is eigenlijk altijd een plaatselijke ronde. Dat is wel leuk voor de supporters, omdat ze dan meerdere passages zien van de wielrenners. Er zijn ook fanzones voorzien, aan de aankomst natuurlijk, in Antwerpen zelf, te Wilrijk en in Hoboken en ook aan de Zuiderdokken in Antwerpen. Wij rijden op zondag 25 juni het Belgisch kampioenschap. Op zaterdag is een cyclotocht voorzien voor de wielertoeristen van drie verschillende afstanden, van 55, 90 en 120 kilometer. Het is zeker de moeite om te komen kijken, want alle Belgische topploegen staan aan de start met alle Belgische topwielrenners. En als je naar de dames wilt komen kijken, moet je wel vroeg opstaan, want we gaan om 8 uur van start. Dus het zou wel super tof zijn dat jullie komen kijken. Op 25 juni komt het BK wielrennen naar Antwerpen. Kom supporteren langs het parcours of op een van de fanzones en zie uw wielerhelden maar liefst 20 keer passeren. Op 24 juni is er een recreatieve tocht voor wielertoeristen. Kijk voor alle informatie op www.bkantwerpen2017.be.